Hallo, welkom bij een nieuwe workout van de online sportschool. Vandaag gaan we naar de buikspieren. Gerichte buik, schuine buik. We gaan lekker hard werken. We hebben 8 oefeningen. Die doen we allemaal 2 keer. Dus we hebben lekker de tijd om goed aan de buik te werken. Doe lekker mee. Kom liggen op de vloer en we gaan lekker beginnen. Ik zet de muziekje op. En dan gaan we. Goed. Kom liggen. Zet je voeten plat aan de vloer. Je vingertoppen mogen achter je hoofd en de bogen wijd, zodat je niet aan je nek kan trekken. En kom langzaam omhoog in een crunch. Op, terug, terug. Ga langzaam op. Op, terug, terug. Op, op, terug, terug. Goed zo. Kijk schuin omhoog en probeer niet aan je nek te trekken. Op en terug. Schouders, je maar een klein stukje omhoog, zodat je spanning krijgt in de rechterbuik. Die zijn aan het opwarmen. Goed zo, ga door. Op, op, terug, terug. Je mag iedere keer je hoofd en schouders aan de vloer aantikken. Op, op, terug, terug. Doe hem 1 keer. Mooi. Handen naar voren, pulseer. Kleine stukjes, bovenin. Op, op. Probeer je schouders iets los te houden van de vloer. Kijk, schuin omhoog. En voor die buik, lekker aanspannen. Zet je navel in. En hou die beweging klein, klein. 4, 3, 2, 1. Mooi. Voeten ietsje dichterbij, handen naar voren. En tik je enkel aan. Tik, 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 tik. Dat kan je langzaam doen. En als je wil, mag het ook iets sneller. Zodat er meer spanning komt in de schuine buikspieren. Schouders op. 1, 2, 1, 2. En door. 5, 4, 3, 2, 1. En dus. Mooi. Benen omhoog. 1 en terug. Andere kant. Op en terug. Draai je bovenlichaam in en strek 1 been helemaal uit. Ook hier, schuine buikspieren aan het werk. Schouders op, draai en terug. Op en terug. Doe het 1 keer. Mooi. Gaan we door met een C-crunch. Maak jezelf klein en terug. Hoofd de schouders neer. Klein. En hoofd de schouders neer. Ha. Tenen aan de vloer. Goed zo, als het lukt, ietsje sneller. 1, terug, op, terug, op, terug, op, terug. Nog 3, 2, 1, mooi. Tenen aan de vloer, handen tussen de knieën door naar voren. Op, kleine stukjes omhoog. Recht het aan. Omdat je buik goed warm is al, voel je hem wat meer knijpen. Dus hou die beweging klein. Breng de spanning op die buik. Navel goed in, omhoog. Op. Super. Ga door. Niet opgeven. Zijn we bijna op de helft. 4, 3, 2, 1. En rust. Goed. Draai ze om. Ga naar een plank. Leun op je onderarmen. En op je tenen. Je billen zijn laag, voeten mooi in lijn met je heupen. Dus mogen iets uit elkaar, billen naar beneden. Laat je hangen in je rug, mooi recht opblijven. Goed zo, hou vast. Super, deze is pittig. Mooi. En als het lukt, gaan we vanaf hier om en om. En je been een klein stukje optillen. Dus op en terug. Op en terug. En probeer daarbij zo min mogelijk je heupen in te draaien. Dus blijf mooi rechtop en je heupen recht naar de vloer. Goed zo. Ga door. Op, terug. Op, terug. 4, 3, 2, mooi. Dus, draai ze om. We gaan vanaf het begin beginnen. Goed liggen, voeten plat aan de vloer, vingertoppen achter je hoofd, ellebogen wijd,
Crunches, langzaam op, omhoog. Op, terug, terug. Op, op. Probeer zo min mogelijk aan je nek te trekken. En je hoofd niet zo ver op te tillen. De minste spanning op de buik. Ga door, op. En terug. Op. En terug. Nog twee keer. En de laatste. Mooi. Gaan we naar voren, langs het lichaam. Kleine stukjes. Op, op, op. Extra omhoog. Schouders proberen een beetje op te tillen. En houd ze weer hoog. En dan merk je misschien dat een beetje zweet vrijkomt. Niet ernstig. Niet schrikken, het hoort erbij. Ga door. Op, op. Nog 4, 3, 2 en tik eraan. Je enkel. 2, 1, 2, 1, 2. Goed zo. Ga door. En probeer hier goed je schouders los te houden van de vloer. Dus laat die schouders niet liggen, til ze op, zodat het continu spanning op de buik staat. En ook dat je goed de zijkant gaat voelen. Dat is hier de bedoeling. Ga door met de benen. Goed zo. Hou vol. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Kom liggen. Benen op. Dan gaan we weer lang en terug. Hoog neer. Lang en terug. Probeer opzij te kijken. Meekijken met de beweging. En terug. Lang. En terug. Ga door. Uit. En terug. Als je wil, kan je het sneller doen. Dat is prima. Maar dat hoeft niet. Dus kies voor jezelf. Maar daag jezelf uit. Blijf hard werken. 2, 1. Doe jezelf voeten neer. C-crunch. Maak jezelf klein. Klein en terug. Ook meer. Op en terug. Ook meer. Op en terug. Als het lukt, iets meer tempo. 1, terug. 2, terug. Ga door, kom op. We zijn er bijna. Dan heb je je workout voor vandaag. Alweer gehad. 3, 2. 1, voeten neer, handen voor, up, up, up. Probeer je handen tussen je bovenbenen te duwen. En schuin omhoog, wat min mogelijk spanning in de nek. Als je spanning toch heel erg voelt, leg dan even je hoofd neer, ontspan even. En pak daarna de beweging weer op. Naarmate die buikspieren sterker worden, wordt dat steeds makkelijker. Ga door, up. 10, 9, 8, 7, doe maar mee. 6, 5, 4, dat helpt. 3, 2, 1, mooi. Draai ze om. Ga terug naar de plank. Laatste minuut gaat in. Kom maar, op je onderarmen. Tenen. Binnen laag. Voeten. Heupbreedte. Gaan we los. Mooi, dit is lastig. En als je echt last hebt en het lukt niet, kom dan op je knieën. Maar probeer om ervoor te zorgen dat die billen niet omhoog gaan. Dus hou die billen mooi laag. Je kan op je knieën blijven als het nodig is. Dat is prima. En naarmate je sterker wordt in je buik, kan je nog goed op je tenen doen. De laatste. Daar gaan we. Op en terug. Op en terug. Ga door. Op. Hou je billen laag. Hou je heupen stil. Op. Ook hier kun je kiezen voor de optie. En dat is prima. Hou volkomen. We zijn er bijna. De laatste 10 seconden. Kom aan. Nog 5, 4, 3, 2, 1. En rust. Goed gedaan. Top, de workout van vandaag zit erop. Had gewerkt. Ik zie jullie graag morgen terug. Tot morgen.